de uitkomsten van de zoekmachines? Want er wordt heel veel gezocht op lijsttrekkers. Uiteraard. En ook natuurlijk op Geert Wilders. En mensen die zijn benieuwd naar hem. En wij hebben ze aan Google gevraagd. Wat zijn nou de 12 vragen die het meest worden opgezocht over Geert Wilders? Nou, we hebben er een paar uitgepikt. Er zijn veel mensen die zich afvragen wat Geert Wilders nou in zijn gezicht heeft. Ja, inmiddels helemaal niks. Maar u had een tijdje geleden een mondje. En ik denk dat mensen misschien daarop doelden. Maar hou het even vast. Dan wordt er vaak opgezocht. Is Wilders links? Heeft hij haat aan Zuid-Amerikanen? En tot slot, is Wilders Joods? Ja, ik heb het ook niet bedacht. Het is door Google aan ons aangeleverd. Oké, dus Google die zegt waar dus mensen naar zoeken. Laten we eens even bij langs gaan. Wat had u nou ook alweer in uw gezicht? Ja, ik zat 1 of 2 weken geleden op maandagmorgen om 7 uur... was ik de gast bij het radioprogramma 100% NL. Hmm. En toen moest ik ongeveer net zo vroeg op als dat ik vandaag moest. En toen heb ik me heel erg gesneden. Okay. En dat is nog niet zo erg, maar een paar dagen daarna heb ik het, omdat ik het zat was in de campagne om dat plekje te hebben, heb ik het opengekrapt, waardoor het... Nou ja, ik zal de details besparen, maar het was niet slecht. Nou, het is inmiddels een beetje hersteld. Dus ook een beetje met behulp van de visagie hier natuurlijk. Maar we hebben nog wat vragen te beantwoorden van mensen dus thuis. Bent u links? Ik ben niet rechts, niet links. Ik ben iemand die opkomt voor de gewone man en vrouw van Nederland. Heeft u haat aan Zuid-Amerikanen? Zuid-Amerika. Ik heb al veel gehoord. En allemaal onzin, want ik haat helemaal niemand dat ik haat zou hebben naar mensen. Dat is niet zo. En Zuid-Amerikanen, nee, waarom zou ik haat hebben naar Zuid-Amerikanen? Bent u Joods? Ik ben niet Joods. Nee. Dus dit zijn allemaal vragen die mensen zich afvragen. Ja, dat zijn opvallende vragen, toch? Ja, beter dat ze nieuwsgierig zijn dan dat ze ongeïnteresseerd zijn. Natuurlijk. Dan hebben we bij deze de vragen beantwoord. Hoeveel mensen daar niet meer naar te googlen.